Zo, daar zijn we. Op de boot. Okay. Avontuur kan beginnen. We hebben een leuk bootje. We hebben een groepstour geboekt. Maar er zijn geen andere mensen, dus we hebben een privé-tour. Met z'n tweetjes op de boot, 3 dagen. Dus er wordt feest. Een kleine tour. Mooi dekje waar we lekker kunnen liggen. Naar de rivier kunnen kijken, naar de jungle. Een bed. Slapen gewoon open en bloot. Volgens mij krijgen we nog wel een soort mosquito-netje, maar dit is het. We kunnen lekker eten daar. Eettafel. Daarachter is er nog een douche en een toiletje. Dus alles wat we nodig hebben voor de komende 3 dagen. Ben benieuwd. We gaan op zoek naar orang-outangs en krokodillen. We gaan kijken wat we gaan vinden. Wat is er net gebeurd? We hebben onze eerste orang-outang gespot. En hoe? Gewoon in de bomen langs de rivier. Dus niet bij een voedingsstation, maar echt wild. Super vet. Nou, we zijn aanbeland op de slaapspot. Gewoon een soort van camping, zullen we het maar noemen. We liggen gewoon letterlijk naast de jungle. Je kan het gewoon aanraken. En de slangen ons dus ook, waarschijnlijk. En we zijn aangemeerd. Doe gordijntje naar beneden. En hier gaan we gewoon lekker pitten zometeen. Eten wordt klaargemaakt. Lekker hapje eten. En dan wordt het zo donker waarschijnlijk. Ik heb wel even een drankje gedikt. Dikke fles Bintang, piratenrum ook wel genoemd. Let's go.